Hallo, ik ben Patrick en ik ben de gastheer van ons First Dates restaurant. En vandaag gaan we een bezoekje brengen. Kom maar mee. Dus de mensen die komen aan, zijn een beetje zenuwachtig natuurlijk. En die gaan vandaag heel belangrijk daten. En die komen achter deze deur, achter dit gordijn. Ik verwelkom hen, dan breng ik ze naar de bar. Dan komen ze hier op deze stoel te zitten. Als ze eerst zijn, als ze tweet zijn, dan zit er al iemand. Dan worden ze verwelkomd door barman Bram. We gaan even achter de barstaal zijn. Dan heeft hij zo een beeld van de zaal. En dan zitten hier de daters zitten ze. En hier ben ik terug. Als de mensen dan mekaar wel leren kennen, dan breng ik ze aan tafel. Dus als ik hier zit, nu ben ik natuurlijk niet zenuwachtig, maar als ik moest eten, dan is dat wel ja, dat is een beetje raar. Hè? En de camera's, die hangen daar. Maar de meeste daters, als ze hier zitten, dan weten ze het al niet meer. En soms gebeurt het, ja, de mensen moeten ook wel eens naar het toilet, of ze worden weggeroepen en dan willen ze eens bellen. En dat kan dan boven. Zo, de trap op naar boven. En dan komen we hier. En dan kunnen we onze handen wassen bijvoorbeeld, onze neus bijpoederen. De vrouwen dan, ik natuurlijk niet. En dan is hierboven een camera. En als je dan naar je vriend belt en zegt van, hey, kei tof een date. Ik zie het echt helemaal zitten. Blij dat ik het gedaan heb. Of, maar ik wil hier zo snel mogelijk weg. Dat gebeurt ook natuurlijk. Hè. We hebben goede dates en we hebben slechte dates. Maar dat is in het echte leven ook zo. En dan gaan we terug naar beneden. Ondertussen hebben onze daters elkaar al heel goed leren kennen. We gaan naar buiten. Meestal doen ze dat samen. Dan gaan we hier afscheid nemen van elkaar. Hebben we een goede date, dan lopen we samen. En anders, ja, dan splitsen hier onze wegen. Dan hebben we hier het kruispunt en dan stopt het. Maar eerst gaan we nog naar de na-interviews. Het hartje, de twee stoelen. En hier gaan we dan zien, hopelijk, dat we nog met elkaar afspreken dat het een goede date is geweest. En misschien al zachtjes die een arm er rond, een kusje, voorzichtig. En hopelijk gaan we elkaar nog terugzien. En hopelijk gaan jullie ook kijken natuurlijk. Hè. First Dates binnenkort op tv, op 1.